Voilà. Goedenavond iedereen. Goedenavond. Vandaag detoxdag. Dus wat wil dat zeggen? Dat we eigenlijk ons lichaam verder een beetje gaan ontgiften. En we gaan geen onnodige dingen daarbij instoppen. Dus we gaan ook bewuster zijn van onze keuze dat we gaan maken. Dus we gaan vandaag... als avondeten gaan wij gewoon wafeltjes maken, maar op een gezonde basis met de nodige voedingsstoffen dat we nodig hebben voor ons lichaam. Juist, hè? Zou wel zijn. En de nodige drank erbij, want van al dat tetteren krijgen we dorst. Krijgen een droege keel. En zeker met dat warm weer, goed hydrateren, hè. Ja, super belangrijk. Maar ik moet zeggen, we zijn allemaal goed bezig. Dus ik kan alleen maar zeggen, doe zo verder. Sluit uw dag fantastisch af. En morgen gaat het beloond worden, morgen vroeg. Gaan we starten? Wij gaan wafeltjes maken. Dus wat hebben we nodig? 2 eitjes. Dacht ik? Ja, hè? 2 eitjes. Ga even kijken, hè? Ja, de PDM moet ik nog hebben. En wat is de PDM? De proteïne drankmix, dat is onze melkvervanger, maar we gaan ook nog wel melk gebruiken. Daarbovenop. En wat is er nog nodig? Denk eigenlijk, wat blief? Of is het wat blaf? Nee. Recept 1, ja. Dan hebben we 4 eieren, want we gaan het maal 2 doen. Dus 4 eitjes, die gaan we al in de pot doen. Amai, ik kan dat dus niet, hè. Een ei kapot kloppen. Maar dat is niet erg, hè? Dus heb je dat gezien? En vertel eens, schat, wat heb jij gedaan in uw detoxdag? Dan kan ik ondertussen mijn eitjes doen. Gewerkt. Ja, en wat nog? Hoe zag uw dag eruit? Wat heb je gegeten? Wat heb je gedronken? Mijn dag zag er slijkerig uit. Slijkerig, ja. Ik heb het gezien op de foto's dat je mij doorgestuurd hebt. En vrij diep in de put. Voilà, ieder zijn dingen. 4,5 meter diep. En stonker wat. Ik ben begonnen met natuurlijk het perfecte ontbijtje. Allee. Met ook de nodige essentiële voedingsstofjes erin. Ik kan ondertussen klutsen, hè. Ja, dat is wel. Ja. Dus, moet je wel uitmaken, zodat dan ik het aan vertellen ga. Nee. Maar ik heb wel gesupplementeerd ook. En ik vind dat wel heel belangrijk voor de supplementjes. Ik heb gisteren een mastertraining meegevolgd vanuit Nederland. Dat was zo fantastisch wat ze daar verteld hebben. We deden dat al wel, maar nu ben ik er mij meer van bewust. Dat supplementeren bij gezonde voeding... uw lichaam nog een extra boost geeft naar van alles en nog wat. Ja, en? Ja, welke supplementen heb je dan genomen? Van alles. Ik heb vooral, het ging gisteren over de visolie, omdat er heel veel te doen is over gezonde visolie, staan wij wel heel hoog aangeschreven met het Herbalife dingen. Van... met de visolie, dat het ook... de capsule is volledig vegan. Dus ik wist dat niet. Voilà, daar is een training voor, hè. Dan komt er wel wat meer te weten. Het zal wel zijn. En ze hebben dan... die visolie, tabletjes... is een test gedaan naar de gevangenen. En ze hebben die een x-aantal tijd gegeven aan die mensen. En een deel. En een deel weer daar gewoon rustig van. Ik had zoiets van, van de visolie, dat de mens daar rustig van wordt. Ja, blijkbaar. En stond erop, want ze hebben daar verschillende claims op kunnen pakken. Dus dat is gewoon fantastisch, hè. En wat pakken we dan ook? Ik ga gewoon onze stapel erbij pakken. Vooral pak ik de mannenvitamine in. Omdat dat speciaal, want de vrouwen hebben dat ook. Speciaal voor de mannen, als je zo een energietip hebt... Ah wel, de mannen in de vitamine. En daar zit extra dingen in voor uw metabolisme naar boven te halen en zo. En dat is fantastisch. Een thermocomplete heb ik gepakt deze morgen. Die ga ik zo'n ook trouwens bijpakken. Omdat het een detox is. Dat is een goede vetverbrander.
en met vitamine C zit daarin. Dan hebben we hier nog een cell activator, dat is voor het buikvet aan te nemen. En dan, ja, natuurlijk, je kunt er niet genoeg van hebben, vezels. Heel veel vezels. Ja, ik ben ondertussen aan het voorbereiden, dat kan ik dat zelfs direct. Je hebt oplosbare vezels en je hebt niet oplosbare vezels. En je hebt ze alle twee nodig. De ene is voor je vitamine te kunnen af te breken en zo. En de andere is voor je darm goed te kunnen kussen. Oké, super. Dat was wel mijn antien. Ja, dat wist ik. Laat me dat ging zeggen. Mm. Oké. Dat was het. Dat stukje van jou. Ik kan nog veel meer vertellen, maar ja. We zijn nu aan het koken, dus... Dus ik heb 4 eitjes opgeklopt. Dus dat ga ik daar nog aan toevoegen. 100 milliliter. Ik heb gekozen voor amandelmelk. Dus dat gaan we er nog toevoegen. Ongezoet, hè, trouwens. Ongezoet, ja. Wat gaan we er nog bij doen? Ja, de vanilleshake en de PDM. Dus PDM is onze melkvervangend. Dus we gaan daar ook 4 schepjes van in doen. Maar ik ga wel wat meer maken. Omdat ik... Woe! 4 shake! Ik ben wel met een tel kwijt nou, hè. Alles, hè. Ja, dan weet ik het niet meer, hè. Ja, ik denk dat dat wel zeer. Smerig. Dan ook 4 scheppen van onze vanilleshake. Huize Wijnlands is altijd klaar voor een feestje. Nee, voor verstoring. Dus ook 4 scheppen. 2, 3, 4. Oké, dus dat zit erin. 4 scheppen PDM. 4 scheppen vanille of andere. Als je zegt, ik wil bananenwafels. Geen probleem. Ik wil aardbeienwafeltjes. Ja, dan hadden we dat moeten zeggen van tevoren. Dat kunnen we ook doen, hè. Dus we gaan dat goed opkloppen nu. Dus laat die armspieren maar wat werken. Ik had ook een blender kunnen... Allee! Ik had ook een blender kunnen pakken, maar dat gaan we niet doen. Is voelen al die spieren? Het machientje mag al op. Het mag al warm worden. Ik ga hem eerst eens wringen, want ik heb dorst. Dat je eigenlijk een vloeibare massa krijgt. Dus ik ben deze morgen gestart met het ontbijtje. Aloe thee shake. Ik heb er wel extra eiwitten aan toegevoegd. Voor de dag goed rond te komen. Anders kom ik hem ook al goed door, maar nu extra, omdat ik wist dat vandaag een heavy dag ging zijn. Ik heb er echt extra multivezeling gedaan voor de vezelinname te verhogen. En dan een schepje beta hard. Waar heb ik dan om 9 uur als tussendoortje heb ik een tri-blend genomen met een schepje iced coffee in. Dat was kei lekker, joh. Godverdikke. Oké, het machientje zit in. Dat gaat warm worden, dat is yes. Goed. Ik, een maar ik zal het opzetten hoor. Ja. Dus hij is goed vloeibaar. En dan deze middag was dat van tenaar. Een goede shake. Maar dan heb ik er wel hetzelfde als deze morgen. Maar dan heb ik een bananen gepakt, omdat een bananenshake blijft langer een verzadigend gevoel. Ja, dus omdat dat banaan is. Ja. En dan heb ik er als een stukje fruit bij gegeten en dat was de kiwi. Dan heb ik nog een... Wat uur was het? Rond een uur of 10:30 denk ik. Nog een proteïnereep gegeten. En dan begon die zon eruit te komen en dat was zweten. Hè. En dan had ik nog zo'n fles. Platten bark drink. Jawel. Kijk. Ah, maar jij stond ervoor. Magic. Nee, dat is nog niet warm. En dan heb ik na de middag de platten bark drink leeg gedronken. En bij deze ben ik net alles. Hè. En hij doet ook nog iets voor mijn schoen velletje. Dus santekens. De skin booster. Yes. En zobiet bij de wafeltjes ga ik nog een beetje supplementeren. Dan ga ik nog een thermocomplete pakken. Ga ik nog een vezel pakken. En dan ga ik nog een cell activator pakken. Ja,
Maar wel even de info. Wij hebben op de vezeltabletten, maar die zijn wel uit het gamma. Dus als je vezels extra wil nemen, dan kan je dat ook, onze appelvezeldrank, oplossen in een glaasje water. En dat ook nog eventueel er extra bij nemen. Dus dat hebben we niet meer. Hè? Nee, dat is ter vervanging. Laatste. Ja, het zijn de laatste. Dus nog wat zelfs ze beginnen bakken. Hè? Ja, ja. Daar begint al. Dan een beetje olie. Een beetje, hè? Ja, een beetje. Maar ja, dat is het eerste. Dat mag niet uit. Ik weet ook niet of dat er juist in moet. Het zal een lepel zijn, zeker? Ja. Of wat meer? We gaan een keer wat grotere wafels maken, hè? Nee? Voilà. De bak dicht. Ja, ik ga al gesmost. Yes, I did it. Ik heb niet gezien hoe lang dat ze juist moeten bakken. Tot als ze klaar zijn, zeker? Ja, blijkbaar wel, hè. Eerst een rooster pakken ze. Ga eens kijken, hè. Ik ga juist dat openstaan. Voilà. En heb ik iets gedaan van sport vandaag? Nee, ik heb vandaag geen sport gedaan. Ik heb wel gedaan een brain food. Tot een idee. Deze morgen een goede meditatie gedaan. En dan een goede boek lezen. Hè. Daarin begonnen. Ah, ik heb zijn. Heel kreeg. Allee, dat is erg. Amai, wauw. Fantastisch uit. Dat weet ik dan, ik heb fantastisch uitzien. En al die 10 dagen, hè, al het zijn geen 10 dagen meer, dan ga ik er nog fantastisch uitzien. Ja, straks kunnen we een sportje. Ik heb vandaag al een goede wandeling gemaakt. Gewoon een beetje beschadigd, dat kan ik wel. En wat? Ja, en straks sporten. Ik denk dat ze nog even moeten. Niet? Niet het geheim. Het moeten geen leren lappen worden, hè? Ja, maar ook geen platte vijgen, hè? Ik zet nooit een platte vijg. Allee. Hey, zie eens. Tadaan. Ja, dus dat is al heerlijk ons avondeten. Wie had dat ooit gedacht? Een goeie wafel als avondeten. Malekes, malekes, malekes. Ho, ho, ho. Zou het niet rap genoeg, of wat? Nee. Blijkbaar. Amai, dat zijn, amai, ik maak dat niet smossen. Maar ik heb dat gezien wanneer dat dat wel mag. Ja, amai, dat is nog erger dan de kik. Ja, oké. Dat zal een warm beer worden, zeg. Hopse. Word maar eens. Zijn er nog twee zeker? Dat is toch de bedoeling? Ik ga maar wat draak hoor, mensen. Voilà. En wat gaan we er nog bij eten? Ik heb wat aardbeikjes voorzien. Ik heb kiwi voorzien. Je kunt er eventueel in plaats van poedersuiker, doen wij er een klein beetje kokosbloesemsuiker op. Of eventueel wat gemalen kokos. Amai, kokosbloesemsuiker met die kokos. Maar wel een beetje mee opletten dat je niet overdrijft. En waarom stuur je altijd voor mijn beeld? Ik moet altijd dat zo doen. Ah ja? Van mij hier zaten het aan, daar zien de mensen mee staan. Ja, yes. Dat is toch goed? Ja. Ik geef deze ook. Zijn klaar? Dan gaan we die dingen al even... Ja, daar hoor ik. Aardbeidjes zijn wel goed, hè? Nee? Ja, aardbeidjes zijn goed. En waarom zijn aardbeidjes goed? Oh my god, ze staan al eens bordjes pakken. Ze schreeuwen alles, hè? Ze roepen mijn mondje. Die is aan. Ze zijn nog niet klaar, hè? Ja, en voor wat zijn aardbeidjes goed? Zeg het dan? Nee, ik vraag het al nu. Omdat er bepaalde vitaminen in zitten en de pitjes dat daar rond zitten, die zitten ook mee verwerkt in onze skinbooster. Ah, skinbooster.
En wat is dit dan dresseren? En waarom skinbooster? Omdat je daar aan het drinken bent. Zitten die pitjes daarin? Niet alleen die pitjes, maar dat is een onderdeel van hetgeen waar dat aan verwerkt zit, ja. Allee, hoe zit dat hier? Ik zit goed. De aardbei is een goeie antioxidant. En een antioxidant is nodig om je cellen in je lichaam te beschermen tegen alle andere vieze dingen, uitlaatgassen en heel die rode met uit. Ja, ik kan het hier al een bordje dresseren, dus ik kan er eentje in het zicht zetten en het ander gewoon. Hè? Dus ik ga er één opleggen. Dus we gaan er twee eten, maar ik ga dat al dresseren met eentje. Dat is al wat mooier. Kijk op de schilders. No. Dus ik wel. Klein beetje erop. Verder naast. Kokosbloesemsuiker. Je kunt er ook nog wat Griekse yoghurt bij doen of zo. Dat kan ook. Nee, dat is niet één genoeg. Ja, maar niet te veel. Nee, dan moet je ook nog wat mee opletten. Hè? Voilà, de potski is leeg. Ja, dan gaan we dat nog afwerken met wat kiwi. Chiwi. Maar we staan niet in beeld, hè? Ja, maar ik ben nog bezig, hè? Wat dan nog? Nee, gewoon wat thuis, kijk. We gaan er gewoon wat kiwi bij doen. Het is hier wel waard, vind ik. Of wel is uw mesbok? Dat kan ook. Dat weet ik niet. Dat mag niet uit. Moet maar eens fluiten, hè? Ja, dat is eentje voor de vulbak. Ik heb iemand stuk. Voilà. Nog wat aardbeekjes erop. Hopla. Nee, verschot ik even. Heb je het gezien? Hij sprong gewoon open. Van een druk. Dat kan niet slecht zijn, het is hier allemaal. Ja, dat is zo. Er mag wel wat fruit op, hè. We gaan dat een beetje afwerken. Dat er toch wel lekker uitziet. Dat is, hè. Ja, en? Voilà. Meer moet dat niet zijn. Dan gaan we afronden, hè. Ja, dat is zo. Ja. Dan ga ik de foto's gaan maken, zobiet. En dan kunnen we eten. Voilà, ik zou zeggen, dat is ons avondmaaltijd. Kan niet slecht zijn. Een vers gemaakte vanillewafel met fruit, een beetje kokos, bloesemsuiker en bij mij nog een paar kokosschilfers erop. Voilà, ze. Ik zou zeggen, tot de volgende en probeer het zeker. En ja, fijne dag nog. Bye bye. Salukes.